Goedemiddag allemaal, Steve hier, eventjes met een paar updates. Ja, waar begin ik? Voornamelijk over de GamePit Go Meet. Ik zal er niet aanwezig zijn. De reden is, GamePit en ik werken niet meer samen. Nou, voordat je gaat denken van, oh nee, paniek, help, kom maar op. Ik ben overgegaan samen met een maat van mij naar Game Rooms, met Brian. Die was eerst van GamePit, die is ook overgestapt naar Game Rooms. En Game Rooms die gaat dus ook evenementen doen en voornamelijk Game Rooms neerzetten. Waardoor dat ik daar ook weer bij kom om video's te maken, mensen te entertainen op verschillende evenementen. Dus ja, alle links en verwijzingen naar GamePit zullen dus verdwijnen. En dat zal dus veranderd worden naar Game Rooms. Want ja, GamePit is naar mijn mening een beetje ingestort en ik wil zeker nog wel doorgaan naar evenementen, zoals bijvoorbeeld Tomo Party die volgende week komt. En ja, ik ben ook aanwezig op Abonnij, niet namens Game Rooms, maar ik moet er wennen aan de naam. Niet via Game Rooms, maar daar meeten we ze wel en daar hebben we dan nog het een en ander. Volgens mij komt Nishikon er weer bij. Er komt in ieder geval heel veel cons, niks is nog zeker. Het enige wat wel zeker is, is dat ik dus niet meer bij GamePit zit, maar dus bij Game Rooms. Link gaat nog wel komen, ik moet er nog wel eventjes een officiële link voor hebben. Maar het nadeel is wel, we zitten nou net in die overgang, dus de website is namelijk nog onder constructie. Dus voordat ik jullie daar een link over ga geven, dan zou je willen dat. Goed, The Legend of Zelda Twilight Princess in HD. Geen counter, dankjewel, want het is een update video en dan heb ik echt het werken, daar heb ik geen zin in. Twilight Princess die gaat verder op maandag. Ik heb nou te horen gekregen dat ik ook weer een cursus moet gaan doen voor een nieuw werk. Dat komt sneller als verwacht, daar ben ik eigenlijk ook alleen maar blij om. Maar aan de andere kant heb ik het best wel nog steeds druk. Ondanks dat ik wat meer tijd maar voor YouTube heb. En die meer tijd voor YouTube die gaat dus voornamelijk aan het editen van alle events waar ik tegenwoordig voor uitgenodigd ben. Maar Let's Play blijven nog steeds doorgaan. Dus Twilight Princess zal vervolgen op maandag. Dan kan ik zondag opnemen, komt helemaal goed. Voor de mensen die dan aan de Pokémon Go Meet aanwezig waren, nogmaals, sorry, ik ben daar dan niet aanwezig. Als klein goedmakertje zal ik dan live gaan op zaterdag, laten we zeggen zo rond 5:30. En dan gaan we verder met de Pokémon Randomizer stream. Misschien doen we ook nog Pokémon Training Card Game. We gaan er gewoon een heel gezellige Pokémonavond van maken. Dus misschien zie ik je daar dan. Mocht je nou nog vragen hebben over deze updates, dus niet over andere dingen, waar jullie me heel vaak over vragen, zoals bijvoorbeeld van wanneer komt die video weer, wanneer komt dat video weer. Sorry, die video's komen wanneer dat ze komen en andere, ja, die projecten zijn gecanceld en dat is ook al duidelijk welke projecten dat zijn. Maar goed, buiten dat, mocht je nou nog vragen hebben over de topics die we dus hier hebben gemanaged in deze video, laat het zeker weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En ik probeer dan zo snel mogelijk een antwoord te geven of de antwoord moet al in de chat staan. Met dat gezegd te hebben, ik wens jullie een hele fijne dag toe. Ik hoop jullie morgen natuurlijk allemaal dan te zien bij de livestream, als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Wil je weten waar dat de livestream te vinden is? Link staat in de beschrijving. En ja, misschien tot dan. Bedankt voor het kijken naar deze update video. En tot de volgende video. Doei!